ACV-TV wordt mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Rotteveel BV, Sporting Events en ING. Robin Witte, vandaag speelt WVF ACV, eindstand 0-1. En het was een moeizaam bevochten overwinning. Ja, dat absoluut. Ik denk dat wij zijn heel blij met de 3 punten. Uiteraard de 0-1 winst. De eerste 20 minuten denk ik dat wij gewoon heel goed starten. Druk op de bal, ver vooruit. Ook wel mogelijkheden om voor de goal te komen. Alleen in de eindfase ontbrak het ons gewoon aan scherpte. Dat zo mooi heet, maar ja, daar ontbrak het aan, waardoor we met een 0-0 stand de rust in gaan. Daar wel de puntjes op de i gezet, wat dingen aangepast. En niet in het systeem, maar gewoon wat kleine dingen. Nou, in de tweede helft is het gewoon heel rommelig en komen we eigenlijk alle twee niet meer aan voetballen toe. Komen zij er een aantal keer goed uit, waardoor ze een aantal schotkansen krijgen om op goal te schieten en om eventueel een goal te maken. En ja, komen wij misschien een aantal keer wel aardig goed weg daar. Ondanks dat krijgen we toch een panel, terecht denk ik. En ja, maken we 1-0. Inpakken, wegwezen, de goede dingen meenemen naar volgende week. En de verbeterpunten gaan verbeteren en volgende week weer staan tegen de Achterbos. Ja, want wat neem je nou mee uit zo'n wedstrijd als vandaag? Het ging moeilijk, uiteindelijk toch gewonnen. Wat ga je dan volgende week anders doen? De intentie van ons was om gewoon heel vroeg druk te zetten, om aan de bal tempo te maken, om het spel te verplaatsen. Ja, eigenlijk gewoon alles om te winnen. En dan moet ik zeggen dat het veld en de wind die er over het veld stond niet echt meewerkte om dat voor ons makkelijk te maken. Daarin lag het tempo bij vlagen te laag om dat goed te kunnen doen. En ja, dat moet volgende week beter. En, nou ja, onze grasmat ligt er wel iets beter bij dan hier op dit moment. Al met al toch een mooie overwinning. 3 punten waar DVS hier maar 1 ophaalt. Volgende week Drachtse Boys. Hoe gaan jullie dat benaderen? Ja, net zoals iedere andere wedstrijd kijken we wel altijd vanuit onszelf. We zijn een goed team als we het met z'n allen doen. Dat moeten we volgende week ook zeker weer doen. En voetballen moet het beter. En dan zijn we klaar voor Drachtse Boys en moeten we gaan vlammen. Dan wens ik je succes komende week met de voorbereiding en tot volgende week bij ACV Drachtse Boys. Dankjewel.